Welcome, this is the derde week van juli. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. The week begins from 13 tot en met 13 tot en met 19. Ik moet best wel zeggen bedankt voor je steun en een positieve alignment of energy. In deze week een koppel, ik zie een tower moment komen voor een koppel en een whole lot of conflicts. A tower moment is here for a couple, whatever this couple have done, whatever the issues and situation, a huge tower moment is here for this couple. And the come after the deceptiveness that there's a couple career. And however it's spelled out for jullie, we gaan even kijken. Now, maandag krijg jullie some news over a cancer, a crave person. Deze crave person is helemaal in het. Yeah, ik ken een kind, but it come up as a crave person. It have ze hebben gezien dat de crave person have betaald om iets te doen, and there's a crave person word kapot. Dus whatever the issue, the situatie is that there's a crave person have iets gedaan and the word kapot for the data. Dus whatever the informatie is and that is opgekomen. Die komt achter dat een crave, een jonge crave person, have iets gedaan waar het heeft mee te maken met geld, teken en family. En ken dat ze hebben gezien dat deze crave person have a family opgelicht. De waarheid is hier en ik zie dat deze persoon have zeer problemen. A tower moment is hier for some deceptive play that is gebeurd. Ze hebben gezien. The logins and deceptiveness, a huge tower moment come up for a couple. Jullie kunnen in een relatie, je komt achter heel veel dingen over je partner. Some deceptive spelletje. Verdriet is here because the energy of the devil, heel veel verdriet. Verdriet heeft mee te maken dat ze hebben achtergekomen dat een jonge persoon heeft heel veel geld opgelicht. En die heeft de persoon kapot. Whatever dat zit te spelen, die komt achter dat een vrouw heeft heel veel geld opgelicht bij een organisatie, instituut. En die heeft de persoon echt gepakt. Die gezien de deceptiveness van deze jonge vrouw. Dan zien wij dat sommige van jullie hebben een situatie met je moeder. Als je bent een man of een vrouw. Ik zie dat u en je moeder is in nagedacht over some issues, some situatie. Ik ken je tante, ik ken familielid. Maar jullie zijn in gedachten over some issue and situatie. Whatever the issue and situatie is, ik zie dat deze vrouw zit samen met jou om even een gesprek te hebben. Om na te denken over bepaalde situatie en bepaalde issue. Whatever the situatie is dat. Sommige van jullie proberen situatie te doen, maar ik zie dat de waarheid komt even boven water wat is gebeurd. Dan hebben wij een situatie dat mee te maken met jullie mannen. Jullie mannen, als je bent een advocaat of zo, je hebt echt een issue. Whatever je hebt gedaan in het verleden, ik kom even boven water. Daar is some faulty situatie dat was creëerd en ik zie dat het komt je helemaal terug en je moet daar een oplossing. Nou, een grote ding is gebeurd waar een jonge dame en haar vader wordt kapot voor diefstal. Dus een jonge dame en haar vader wordt kapot voor diefstal, okay? Nou, een grote diefstal was gecreëerd door deze persoon. And the boss of so and the word kapak here for a grote diefstal and eind kom. Ik zie dat ze hoop. Ze had gehoopt dat ze had hier niet ingang, maar de waarheid is boven water. Ze hebben deze oude man en zijn werknemer kapak voor diefstal en valsheid van documentatie. Nou, ik zie een situatie met heel veel. Emotie voor een vrouw. Deze vrouw samen met haar partner hebben groot ruzie. En ik zie dat er heel veel fout is gebeurd. En heel veel conflicts en heel veel honger. Heel veel
Misschien je bent getrouwd met deze vrouw, is een ramelie of boodschappen, maar je komt achter dat deze persoon hebben zo'n problemen gecreëerd, dat jij bent ook daarbij. En ik zie dat jullie stiermensen is zo boos. Echt zo boos. Echt boos over wat is gebeurd. Some issue dat je partner is gecreëerd. This is een ramelie of a boodschap person. I've created some issue. En ik zie echt dat er een grote conflict is hier. Then ik zie dat love wordt geofferd. Sommige van jullie love wordt geofferd. En ik zie heel veel liefde komt naar jullie vrouw 50 jaar en ouder. Omdat jullie vrouw hebben gezien een issue en een situatie. En aan de bel terughalte en realiseer wat is gespeeld. En ik zie heel veel liefde komt naar jullie naartoe. Omdat jullie kunnen gezien dat er was some deceptive spelletje dat was daar. En ik zie heel veel liefde komt naar jullie naartoe. Dus positive alignment of energy komt op voor jullie stiermensen. En het is een week van de geschenken. Sommige van jullie krijgen een geschenk van de hemel. En geluk heb jullie gekregen van de hemel. Deze twee is echt een onverwacht geschenk van de hemel om een situatie op te lossen. Dames en heren, ik moet gaan, maar ik spreek jullie. Namaste.